Hier de aanval van Vingegaard. Vingegaard die probeert Pogacar op deze manier los te wrikken. En nu wordt er gebakkeleid voor de 5000 euro. Van Aert trekt er zich niks van aan. Guerrero. En het is de Noor die het pakt. 5000 euro voor de ploegkas van Uno X. Vingegaard die toch Pogacar onder druk zet. Omkijkt, wil versnellen, wil naar Wout van Aert. Stel je voor, beneden komen en ze 10 seconden kwijt zijn, is dodelijk. Nog druk zetten in de afdaling ook. En daar de versnelling op dik 4 kilometer van het einde. Dit is letterlijk parkeren, logisch. Wat een inspanning, wat een etappe. En nu gaat Pogacar. Pogacar, dat was het signaal. En Vingegaard kan niet meteen antwoorden. Wacht, hij is nog niet weg. En deze man is op weg om zijn toerritrekening in 2023 te openen. De gele trui is voor Vingegaard, maar deze man pakt hier de etappe en de eerste aankomst bergop in deze ronde van Frankrijk. En nu kijken naar de verschillen. Ze tikken weg. Hij verliest. Wat is het? 25 seconden. 24-19. Ja, doen we er 4 bij.